Diverse opritten van de A50 zijn volgende week afgesloten. Rijkswaterstaat gaat namelijk werkzaamheden uitvoeren. Daaronder vallen ook verschillende Veghelse opritten. De oprit eerder richting Os is afgesloten van donderdag 9 december 7 uur 's avonds tot vrijdag 10 december 6 uur 's morgens. Oprit Veghel richting Eindhoven kan niet gebruikt worden van woensdagavond 8 december 7 uur tot donderdagavond 9 december 6 uur 's ochtends. En de oprit van Veghel Noord richting Os is dicht van donderdag 9 december 7 uur 's avonds tot de volgende ochtend 6 uur. Al het verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht weinig verkeershinder. De onderhoudswerkzaamheden betreffen regulier onderhoud, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering.